Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, de Vrijme Beurs, dit keer dan op de zaterdagochtend. Maar dat komt omdat ik nog wat nieuws mee wil nemen, wat we dus gedurende de vrijdagmiddag hebben ontvangen. En het onderdeel, het onderwerp van deze video is eigenlijk de vraag beantwoorden van, is, hebben we inmiddels de bodem bereikt van deze bear market? Gaat het vanaf nu eigenlijk alleen nog maar beter? Want gaan we bijvoorbeeld kijken naar de grafieken. En dan pakken we hier de S&P 500 erbij. Dan zien we eigenlijk dat het vanaf woensdag een heel belangrijk punt weer was. De vetnootdoelers bijvoorbeeld werden bekend. Uh, op de woensdag zelf kwam er een procent bijna bij, gevolgd door 2% gisteren. En vandaag ook alweer bijna 2%, dus 5% voor de S&P 500 in drie dagen. 5% klinkt misschien niet heel veel, maar voor een index is dat zeker wel heel behoorlijk. Een index die 500 aandelen omvat. Kijk bijvoorbeeld naar de AIX. Daar hadden we woensdag dat effect nog niet zo. Maar dat kwam natuurlijk... de Fed-notulen heel belangrijk in Amerika. En dus ook wereldwijd gezien. Kwam we wat later op de dag. Dan is de, of dan is de Amsterdamse beurs al gesloten. Kan daar niet van profiteren. Maar kon bijvoorbeeld gisteren wel profiteren. Meer dan 1, bijna 1,3% omhoog. En ook vandaag um, uiteindelijk... Ja, ook 1,4% zelfs omhoog. Dus ze leken heel veel op elkaar. Dus ook daar zien we eigenlijk wel 2,7% erbij in twee dagen. Maar dat was dus een index. Kijk bijvoorbeeld naar een specifiek aandeel, zoals Tesla. Dan zien we drie groene dagen. Van hier in totaal bijna 5%, gevolgd door 7,5%, en vandaag alweer zo'n 6,5%, oftewel iets meer dan 20% in drie dagen tijd. En je kan door dit goede nieuws en dus ook eigenlijk door de positieve berichten die je nu ontvangt, de koersstijgingen, flinke koersstijgingen ook wel, misschien wel gaan denken dat we nu aan het einde van de bear market zijn. Maar dat ligt misschien wel iets gecompliceerder. Dus dat wil ik gaan bekijken in deze video. En laten we dan beginnen met te kijken hoe lang hun crash, een correctie, een bear market normaal duurt. Ik heb hier een Instagram-bericht van Personal Finance Club. Die heeft dat eigenlijk in één plaatje, zie je wel een heel duidelijk beeld. Um, hij zegt eigenlijk ook: dat is de, hoofd, de, de titel van de crash van dit jaar, eigenlijk niets voorstelt met andere crashes in de laatste 50 jaar. Zie bijvoorbeeld de dot-com-bubble, die heeft uiteindelijk zo'n. ja koersen gehalveerd, maar heeft al wel 600 dagen over gedaan om uiteindelijk het laagste punt te bereiken. de stagflatie in de jaren 70 ging ook uiteindelijk 40-50 procent omlaag, maar deed dat iets sneller. we um, zien de financiële crisis was ook een heel harde crisis, heel flinke klap. Ook sneller. We zagen hier uh, COVID. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Dat was volgens mij binnen 30 dagen ging er 30% af. Na de hand herstelde ook heel snel. Dus je ziet eigenlijk normaal gezien vaak duurt het langer. Behalve COVID dan, maar dat denk ik wel een aparte situatie. En nu zitten we dus eigenlijk in het lichtgroen-blauwe lijntje dat hier tussen loopt. Dus het, eigenlijk, het loopt nog steeds um, ja, eigenlijk gelijk met eerdere crashes van heel veel jaren terug die ooit soms. Ja, eerst misschien wel 250, 300 dagen nodig hadden om de min 25% te halen. Een flinke daling op zich al en vervolgens nog een keer harder onderuit gingen. Maar hoe komt het dan dat juist wel de laatste dagen er heel veel positief nieuws is en de koersen zo omhoog schieten? Nou, dat heeft onder andere denk ik te maken met de rentes. Zoals ik eerder al heb gezegd, zoals iedereen denk ik inmiddels al weet, een stijgende rente heeft ervoor gezorgd dat winsten in de toekomst op dit moment minder waard zijn... en daardoor beleggers ook minder ja, bereid zijn om te betalen voor een aandeel. Daardoor zijn juist de koersen uh, flink ja, eigenlijk al afgestraft in de laatste maanden. Je ziet het ook, in november hadden we eigenlijk het hoogtepunt... voor heel veel aandelenkoersen, heel veel beurzen op zich nog niet... maar wel heel veel specifieke aandelen. Ook een beetje eigenlijk voor crypto bijvoorbeeld. En sinds dat moment is het eigenlijk best wel snel gegaan... met de rente die toen nog zo rond de 0,75% uh, stond en uiteindelijk gedurende ja, eigenlijk begon het jaar met 1% en inmiddels was de driejaarsrente trouwens in Amerika had al bijna de 3% aangetikt, dat was eerder deze maand, het begin van de maand was een beetje het hoogtepunt en dat lijkt nu dus weer af te vlakken, dus eigenlijk waardoor uh, heel veel koersen van aandelen gezakt zijn was omdat de rente steeg heb je nu natuurlijk het andere effect. Nu de rente daalt, zijn in principe winsten in de toekomst onder andere dus weer meer waard. Maar dat is dus eigenlijk de driejaarsrente. Maar dat zien we ook bij andere tijdsperiodes van de Amerikaanse rente. Kijk bijvoorbeeld naar de tienjaarsrente, zien we eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Natuurlijk iets andere uh, rentepercentages. Maar hier in november lag het nog een beetje dat het wel op en neer ging. Uiteindelijk in december het laagste punt bereikte. Maar sinds die tijd hard omhoog is geschoten van iets onder de anderhalf. Naar nou, boven de drie, en ook hier zien we weer een daling. En eigenlijk een beetje ook zo voor de lange termijn. En dat is vaak bij hypotheken, zie je dat soort dingen bijvoorbeeld terugkomen. Is de 30jaars rente een langere periode? Maar ook hier, ook al is de periode anders, zijn de rentepercentages anders. Zie je wel hetzelfde beeld ontstaan. Dat we in november een beetje het laagtepunt hebben bereikt. En het begin van deze maand het hoogtepunt, tenminste het hoogtepunt tot nu toe. Het zou kunnen zijn dat het een tijdelijk iets is. Dat hebben we eerder gezien. Ook hier hebben we natuurlijk... Rond het begin van de uh, oorlog in Oekraïne weer even een daling gezien. Maar we zien vaker dit soort dalingen. Dus het wil niet zeggen dat het hier blijft of doorzet naar beneden. Het zou ook weer naderhand verder kunnen stijgen, natuurlijk. En datzelfde beeld zien we ook wel een beetje bij een nieuwsbericht van vandaag. Uh, van gisteren, als je deze video kijkt. Van de hypotheker over de hypotheekrentes. Dat daar eigenlijk de forse stijging, dat die nu een beetje een piek heeft bereikt. Wil niet zeggen dat je hypotheekrente per se kunt gaan vergelijken met de bondrentes die we net zagen. Maar het geeft natuurlijk wel een beetje hetzelfde idee. We hebben een heel forse stijging gezien. Die zien we nu wat aflakken. En waar we bij hypotheken natuurlijk zien dat dat ook impact heeft op de huizenprijzen. Want door een hogere uh, hypotheek kunnen mensen minder geld lenen omdat ze meer kwijt zijn aan de rente. En dus minder geld overhouden. Voor een aflossing bijvoorbeeld zie je ook dat dat. Een stijgende rente dus effect heeft op de huizenprijzen. Die stijgen ook niet meer zo hard. Er wordt zelfs alweer ooit onder de vraagprijs geboden of verkocht, zelfs. Dus dat heeft impact op huizen. En hetzelfde. Dat kun je natuurlijk denken bij de rentes, die impact heeft op aandelen. En zoals gezegd was er deze week dus belangrijk nieuws. Dat begon eigenlijk op woensdagavond. Toen werden de VETnotulen bekend. En daarin zijn, gaan beleggers natuurlijk op zoek naar wat is er nog meer verteld tijdens die vergadering. En kunnen we daar iets uit opmaken over wat we in de toekomst kunnen verwachten. Het waren geen verrassingen, dat heeft onder andere gezorgd dat de beurskoersen, de, de koersen van aandelen dus best wel omhoog zijn gegaan sinds die tijd. Het ging eigenlijk vooral dat, wel, wat wel is, de FED is wel bereid om de economie af te remmen, dat staat er ook. De Federal Reserve maakt haast om het monetaire beleid te verkrappen tot een neutraal niveau, maar sluit een beleid dat de economische groei bewust afremt niet uit als een middel om de inflatie te beteugelen. Dus... Um, het klinkt niet heel positief, dat is het ook niet per se. Ze willen juist de rentes verder laten stijgen ten koste eventueel van economische groei om dus de inflatie te beteugelen. Maar dit was wel wat beleggers hebben verwacht. En dat, ja, het is dus eigenlijk geen verrassing, het is al wat in was geprijsd. En dus. Wordt dat vaak tegenwoordig in ieder geval heel vaak als positief nieuws opgepakt. En ook vandaag kwam er dus nog een heel belangrijk nieuwsbericht. Een heel belangrijk cijfer uit Amerika. En dat ging eigenlijk over de inflatie of de kerninflatie. Aan de ene kant een wat negatiever nieuwsbericht. Want we zien dat de persoonlijke inkomens in de VA's lopen wel iets minder sterk op dan dat de verwachting was. Dus dat zou juist tegenvallen. Maar wat we dan wel weer zien is dat de kerninflatie geen verrassing opleverde. En dat is denk ik veel belangrijker. Er wordt heel goed gekeken naar de inflatie of de kerninflatie. En kerninflatie is dus eigenlijk het totale. Um, inflatiecijfer, maar dan zonder energie of uh, voedsel eten en dat soort dingen. Uh, dat geeft dus de kerninflatie aan en die gaf geen verrassing. En zoals ik net ook al zei, geen verrassingen. Wat overeenkomt met de verwachtingen is vaak heel positief nieuws. Zien we hier ook. Inkomens stegen wel een klein beetje nadat ze een maand eerder meer waren gestegen. En er was ook een hogere stijging verwacht. Maar in ieder geval een stijging die is er, dat is wel positief. En naar de kerninflatie wordt dan gekeken. Op jaarbasis daalde de kerninflatie van 5,2 naar 4,9 procent. Dat lag dus wel in lijn met verwachtingen van economen. Maar dat is eigenlijk, ja, wordt dus positief ontvangen en heeft dus ook natuurlijk direct weer impact op de economie, op aandelen. En dan staat er ook: de Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie. En ook de leidraad voor het monetaire beleid. Dus. Deze cijfers zijn direct van impact op wat de Fed vervolgens gaat doen. Als dit goed is, als dit allemaal meevalt, de inflatie wat lager is, zal de Fed ook niet zo hard gaan ingrijpen. En dat is dus positief voor de markt. Maar de vraag waarmee we deze video dus begonnen was: is de bear market nu over? En ik denk dat dat nog niet het geval is. We weten sowieso al dat de Fed in Amerika van plan is. om ook de komende maanden nog steeds de rente te gaan laten stijgen. Telkens met 50 basispunten per maand. Dus ook Gaat eigenlijk de rente nu weer een klein beetje naar beneden. Waarschijnlijk zit er nog flink wat renteverhogingen aan te komen. En zoals gezegd, we weten dat een hogere rente effect heeft op winsten in de toekomst. En dus aandelenkoersen vaak naar beneden bijstelt daardoor. En we hadden deze week dus vooral weer wat positieve nieuwsberichten. Daarop reageert de beurs ook positief. Vorige week was het juist vaak negatieve nieuwsberichten. Toen zagen we Amerikaanse supermarkten komen, zoals Walmart of Target... Met uh, ja, slechtere cijfers dan dat analisten hadden gedacht, ook slechte vooruitzichten. En dat geeft vaak een beetje aan van wat ja, geven consumenten het geld uit. En als ze het geld niet uitgeven, is dat slecht voor de economie. Dat is eigenlijk een beeld van vorige week. Terwijl juist deze week cijfers bekend worden van onder andere Best Buy, Costco is met cijfers gekomen. En die zijn juist weer wat positiever dan gedacht. Maar wat we ook zien deze week, en dat geeft denk ik ook nog wel aan dat we nog niet uit een bear market zijn. Is dat soms uh, cijfers beter zijn dan de verwachtingen. Maar dat de outlook heel erg tegenvalt. Waardoor juist echt bij positieve resultaten, als nog een koers in het begin in ieder geval, snel hard onderuit kan gaan. En dat zagen we bijvoorbeeld bij Nvidia. Want kijk ook naar dat nieuwsbericht van IEX. Dan zien we de titel van het bericht: Meer omzet voor Nvidia. Heel positief dus, dat lezen we ook. Nvidia boekte in het afgelopen kwartaal. Fors meer omzet, maar waarschuwt voor een stap terug in het komende kwartaal vanwege Rusland en lockdowns in China. Nou, we zien dat de omzet van 8,3 miljard 46% hoger was dan een jaar eerder en 8% hoger dan in het vorige kwartaal. Dus hele goede cijfers wat betreft omzet. Wat netto winst viel het dan weer wat tegen. Die was zeg maar 64 dollar cent. 16% lager dan een jaar eerder. En bijna de helft lager dan in het vorige kwartaal. Maar de winst werd in dit kwartaal dan vooral gedrukt door een verliespost van 1,35 miljard. Door het afblazen van een overname van ARM. Dus dat is eigenlijk een eenmalige kostenpost. Als dat dan niet was geweest, was de winst in ieder geval weer een stuk hoger geweest. Maar op zich niet zo heel verkeerd, best redelijke cijfers, in ieder geval veel omzet. Dat is denk ik vaak vooral positief, zeker als de winst uiteindelijk ook wel goed is. Maar wat is eigenlijk wat ze hier aangeven door uh, het komende kwartaal de verwachting daarvan? Uh, vanwege de lockdowns nu in China, vanwege de oorlog nog steeds met Rusland, is eigenlijk dus de outlook heel negatief. Ze zetten netto winstmarges natuurlijk ook wel weer onder druk. Ook dat zien we, of in ieder geval de bruto winstmarge, maar uiteindelijk ook de netto winstmarge. En dus zagen we in ieder geval in het begin, toen het nieuws bekend werd, dat het aandeel van Nvidia na beurs met 6,5% onderuit ging. Uiteindelijk, de laatste dagen, als we het gaan kijken, uh, pakken we het er even voor de zekerheid bij: NVDA. Zien we wel dat dat een korte reactie was, dan na de hand weer goed is gegaan met het bedrijf. En dat we eigenlijk sinds eerder deze week nu zo'n 17% hoger staan, zelfs weer. Maar dit geeft wel aan dat er met zo'n grote schommelingen, dat de markt er nog niet helemaal over uit is, dat er nog best wel wat angst in de markt zit. En dat we daarom denk ik ook zeker nog niet aan het einde van de bear market zitten. En wat kun je dan doen op dit moment? Uh, zeker als je die zekerheid nog niet hebt. Ik denk namelijk niet dat het verstandig is om te denken dat dit nu de dip is geweest en dat het nu alleen nog maar beter gaat op basis van de laatste drie dagen. Zoals u zegt, we weten dat er nog renteverhogingen aan zitten te komen, dat er nog heel veel angst in de markt zit. Dus ik zou vooral kijken van ga beleggen voor de lange termijn. Maak gebruik natuurlijk van de angst die er nu in de markt zit. Want sommige aandelen zijn gewoon heel interessant geprijsd. Dus kijk wat zijn jouw favoriete aandelen? Wat zijn de aandelen waar jij in gelooft voor de komende tijd? En waarschijnlijk zijn ze nu in ieder geval een stuk uh, ja, gunstiger geprijsd dan een tijdje geleden. Is het mogelijk wel zelfs interessant? Om erin te investeren, maar ik zou dan niet meteen al je geld er daar weer in investeren om te denken dat dit nu het laagste punt is. Want ik denk dat de komende tijd zeker nog momenten komen dat koersen nog verder gedaald zijn. Dus ik zou gewoon regelmatig weer een stukje in gaan leggen. Dat is ook mijn eigen planning: regelmatig wat bijkopen van de aandelen waarin ik geloof. Eigenlijk is het natuurlijk op de korte termijn maakt het niet uit of is het zelfs juist misschien wel beter als aandelenkoersen dalen, want dan kun je ze goedkoper kopen zolang je maar weet of erin gelooft dat ze op de lange termijn stijgen. En wil je nou beginnen met beleggen? Kijk dan bijvoorbeeld naar de Giro of naar Bucks. Maak gebruik van mijn links onder de video. Zo ontvang ik een kleine vergoeding en kun jij gebruik maken van hun acties voor nieuwe klanten. Maar tot zover deze video. Laat vooral ook weten in de reacties onder de video. wat jij denkt van de bear market. Hebben we het diepste punt al bereikt? Gaan we nu nog alleen maar omhoog? Of is er nog de komende tijd veel angst en zal het nog wel verder gaan dalen? En hoe ga jij hiermee om? Ben je bang? Zie je alleen nog maar kansen of andere dingen? Laat dat als vooral weten in de reacties onder de video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je geen video in de toekomst meer missen? Zorg dan dat je je abonneert op het kanaal. Nogmaals bedankt voor het kijken. Een fijn weekend en tot de volgende video.